beste geekers. Ja, ik sta nu vandaag bij Tony's. Bij Tony's Food & Bar. Bij Tony's Food & Bar. Heet geen aandacht erbij gekregen, want zoals je weet is het postkantoor een week gesloten. Dus alle pakketten die liggen ergens nu een week ergens verspreid. Nee, dat is flauwekul. Ja, Maddie. Ja, die gubs gaat uniek gelopen. Die gubs dat PostNL punt overgenomen. Ja, dat klopt. Ik hoor van de buurtbewoners en van de ondernemers een week dat ze moeite hadden met hun pakketjes te versturen. Want ze moesten gans naar de Brusselse poort. En toen dacht Veer, nou, we zien overdag toch, hé, voor wat zover het niet doen. Dus vanaf vandaag kan iedereen bij ons de pakketjes komen opholen, verzenden. De aangetekende brieven, die heet iedereen liever niet, meestal. Maar kan allemaal, hé, verzonden en opgehold worden. Postzegels? Postzegels. En tegenwoordig kan ze ook een losse postzegel kopen. Oh ja, want vroeger hadden ze een pakketje van 10 of zo. Ja, ja, en dat verdween dan weer ergens in het luiken. En met de keers plakte iedereen dat weer op de keerskaarten. Super. En goed, elke dag geopend? Op maandag zien we geopend. Dinsdag slapen weer uit. Op de grondslag, op de donderdag, vrijdag, zaterdag en uniek op de zondag. Dus elke dag, behalve de dinsdag? Ja, dat klopt. Super. Dus ja, heb je een pakketje? Wilt je dat verzenden? Of wilt je het laten opholen? Of wilt het heel laten bezorgen? Dat kan allemaal bij Tony's Food & Bar op de... Hoekbrugstraat, nummer 9. Vanaf 12 uur. Tot 6. En de dinsdag niet, want dan slapen ze lekker. Hoor. Ja. Dus, pakketje naar Tony's, hey, in de Hoekbrugstraat, nummerke 9. Alsjeblieft. Dank. Houd je van sporten? Ben je muzikaal? Of doe je liever iets creatiefs? Kijk op www.gemeentemaastricht.nl/volwassenenfonds voor meer informatie. Ik weet wat los is in mijn streek.